heerlijk weer een weekje vrij. Nou mooi niet. Van de Ark gaf ons een opdracht mee over een antieke Piet. En dat weekje vrij gaat dus mooi niet door. Aan het werk weten nog niet hoe, maar we gaan er samen voor. Yeah, Pythagoras is voor ons het thema. Een oude Griek met een slimme mama. Pythaïs uit het Griekse Samos, waarschijnlijk met een flinke haardos. Vader was een goede koopman, reisde veel, ja daar hield die man van. Het ging om de groei van de Griekse beschaving, Pythagoras die vaak met hem meeging. Zijn opvoeding was breed, moet je horen, muziek, poëzie en cijferscoren. Astronomie, dat lag hem wel, bij filosofie had hij zijn eigen stijl. Hij stichtte zelf een school, hij aan het hoofd, met iedereen gelijk zoals beloofd. Ze volgens in kanton, mathematicoi. Begrip en bewijs, elk getal was sterk van Pythagoras. Wat is dat voor iets? En ik weet nog dat ik er voor het eerst van hoorde, dat zei me toen helemaal niets. De stelling van Pythagoras, ach er valt wel mee. A kwadraat plus B kwadraat is samen het kwadraat van C. Dit hele verhaal is van lang geleden, met de stelling van toen is iedereen tevreden. Je neemt een driehoek met een rechte hoek, die zie je vaak of je niet naar op zoek. De lengte van de basis noemen we A, de hoogte van de ander is B, ja ja. Neem van beide kwadraten en tel die op, dan gaan we naar de zijde van beneden naar de top. Deze zijde heeft de letter C gekregen, dat veranderen we niet, daar is niets op tegen. De som van de kwadraten van A en B leeft uiteindelijk het kwadraat van C. Neem voor A een 3 en voor B de 4. De kwadraten zijn samen 25 hier. De wortel van wortelwaarde van C. En dat is 5j. De stelling van Pythagoras. Wat is dat voor iets? En ik weet nog dat ik er voor het eerst van hoorde, dat zijn me toen helemaal niets. De stelling van Pythagoras. Ach, er valt wel mee. A kwadraat plus B kwadraat is samen het kwadraat van C. Tot over de theorie voor even. Dat moet je met getallen in je leven. Nou, dat zul je nog beleven. Daar noem je het op, en het is hem op. En een bouw moet een muurtje recht staan. Architect mag een slecht figuur slaan. Hoe kun je door een scheve deur gaan? En een scheve toets is niet toegestaan. Mijn naam is Ros en dat rijmt op Pythagoras. Ik ben Jazzley, jazeker, Jazzley vindt me. En Marciano, nummer 3 in de video. Pythagoras vast op mijn brood. We gaan stoppen, chillen, drank bestellen. Whatsappen, gamen, vrienden bellen. We doen nu even niks, ons gesprek is daar. We zijn nu klaar. De stelling van Pythagoras. Wat is dat voor iets? En ik weet nog dat ik er voor het eerst van hoorde, dat zijn me toen helemaal niets. De stelling van Pythagoras. Ach, er valt wel mee. A kwadraat plus B kwadraat is samen het kwadraat van C.